Goedemorgen en wat leuk dat je kijkt naar de Beam Kerkdienst. Wij zijn Beam, het jongerenmerk van de Evangelische Omroep. En iedere maand dan nemen we hier in Hilversum een Beam Kerkdienst op. En dat doen we vandaag met Nienke Pols, de spreker. Yes. En met een heel leuk publiek. Ja hoor. Wauw, ongelooflijk. En ja, het is heel bijzonder, want het is nog maar een paar nachtjes slapen tot de EO Jongerendag. Yes. Hebben jullie een beetje zin in de EO Jongerendag? Gaan jullie allemaal? Ja. Ja. Kijk, ze hebben er zin in. En Nienke, jij hebt er ook zin in, want jij gaat spreken vandaag. Ja, zeker. Waar ga je het over hebben? De vraag eigenlijk, ja, wie ben ik? En eigenlijk is mijn thema, ik zie mijzelf. Oeh, spannend. Dus wie ben ik? Ja, jij bent Gerben. Okay. Maar ja, als je jou echt zou kennen, wat zou je dan over jezelf zeggen? Nou, dan zou ik zeggen dat ik nu ga zeggen dat de Beam Worship Band met ons gaat zingen. Dat dus. Oké, okay. Veel plezier met de Beam Worship Band. Zing lekker mee.
Wat een ongelooflijk enthousiasme. En wat fijn dat jullie er zijn, Beam Mercer Band. Wat geweldig, wat een energie. En iedere maand hebben we iemand hier in het publiek met een bijzonder lied wat we voor die persoon gaan zingen. En vandaag is dat Lise. Kom maar lekker bij. Even een applaus voor Lise. Wauw, wat goed dat je er bent. Jij hebt een liedje wat heel speciaal is voor jou. Welk liedje is dat? De strijd behoort u toe. De strijd behoort u toe. Super tof. Ik ben even benieuwd. Dat vind je heel tof omdat jij dat gehoord hebt op de jongerendag, toch? Ja, klopt. Het is telkens teruggekomen in mijn leven. Telkens hetzelfde nummer. Oké, wauw. En waarom betekende dat op dat moment zoveel voor jou? Ik heb best wel wat strijd gekend in mijn leven en dacht er alleen voor te staan. En dat nummer, dat spreekt dat natuurlijk volledig tegen. En ik heb zo mogen leren dat God altijd bij mij is en met mij die strijd voert. Dat ik er niet alleen voor sta. Ja, en wat voor strijd, kan je daar iets meer over vertellen? Ik heb een tijd een depressie gehad. Daarin voelde ik me heel erg alleen. Ah, heftig. Maar toen kwam er ook een moment dat je je ging laten dopen, toch? Ja, klopt. Hoe was dat? Hoe ging dat? Het was een heel bijzonder moment. Het stond helemaal niet op de planning. Maar het gebeurde zo en toen kwam ik uit het bad. En het eerste nummer wat opkwam was weer dat nummer. Wauw, wat ontzettend tof. En wat doet dat nu met jou als je dat nummer hoort? Het geeft mij enorm veel troost nog steeds. Wauw, oké, heel erg fijn. We gaan het lekker voor je zingen. Zing allemaal lekker mee voor Lise en geef haar nog een groot applaus. Niets of niemand is gelijk aan onze God. Machtige redder, U leidt ons verder. Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. U staat in het donker, U heeft overwonnen. Want niets of niemand.
Wie ben ik? Wordt wie ik ben bepaald door wie ik ben voor anderen? Want dan ben ik de vrouw van, moeder van, zus, dochter, tante, vriendin, buurvrouw, kerkgenoot. Of wordt wie ik ben bepaald door wat ik doe? Nou, dan ben ik docent, zangeres, spreekster, hardloopster. Of wordt wie ik ben ook bepaald naar hoe ik naar mezelf kijk? Wie ik eigenlijk vind dat ik ben? Hoe ik misschien wel over mezelf denk? Wat ik zie als ik in de spiegel kijk? Hoe ik over mijzelf spreek tegen anderen? Want wordt wie ik ben bepaald door wat ik bereik of door wat ik krijg? Want toen Jezus aan het kruis stierf, stierf hij niet alleen voor al onze zonden. We kregen door zijn dood en opstanding ook een volledig nieuwe identiteit. Een nieuwe naam, een nieuwe ik. Want zoals Paulus dat schrijft in Galaten 4, vers 7. Wij zijn niet langer slaven meer. Wij zijn kinderen van God. Dat zegt iets over een nieuwe identiteit die jij en ik hebben gekregen. Die wij met elkaar hebben gekregen. Hé, maar wat betekent dat dan? Wacht even. Dit is hoe het zo lang voor mij voelde. Hoe het misschien ook wel voor jou voelde. Touwen om je polsen die je een beetje heen en weer proberen te trekken. Van het licht naar het duister. Van waarheid en leugen. Die je proberen te overtuigen dat er een gelijke strijd gaande is waar je heel hard je best voor moet doen. Wacht even, auw. Hey. Ja, nee, Jezus, ik weet dat ik genoeg ben en dat ik volmaakt ben in u, maar tegelijk, ik doe ook niet echt helemaal lekker mee, inderdaad. Ik hoorde, net niet helemaal bij. Ja, maar, ja, oké, ik moet inderdaad mijn focus houden op u. Ik moet weten wie ik ben in u, maar, ja, maar, er zijn ook zoveel leugens. Zie je dan niet hoe hard ik me ben? Stop! Deze hele positie, dit is helemaal niet waar. Dit is helemaal geen realiteit. Want dit is wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Dit is wat hij gedaan heeft. Namelijk, die touwen zitten niet meer om mijn polsen. Ik ben geen slaaf meer van leugens, van angsten. En dit is dus helemaal niet mijn positie. Want er is geen gelijke strijd gaande. Er is geen gelijke strijd, want dit impliceert dat jij en ik heel erg ons best moeten doen om zelf die strijd te voeren. Maar wat staat er in Galaten 2 vers 26 en 28 en Colossenzen 3 vers 3? Dit is mijn positie. Ik ben verborgen in Jezus. Dus deze hele strijd... Deze hele strijd, dat is geen realiteit in mijn leven. Dit is helemaal niet waar. Hè? Maar als dit niet waar is, als dit helemaal geen realiteit is in mijn leven, wat moet ik dan nog wel? Want het voelt toch soms wel echt zo. Nou, het Joodse volk, het volk van Israël, had een hele hoop regels en wetten waar ze zich aan moesten houden. 613 om precies te zijn. Regels die zeiden wat ze wel en niet mochten eten. Hoe ze zich moesten kleden. Met wie ze wel en niet om mochten gaan. 613 regels die zeiden dit wel en dit niet. Het lijkt mij onmogelijk. Hoe dan? Hoe kan je aan zoveel regels houden? Hé, maar wat bracht het hun? Nou, die 613 regels en wetten, die zorgden ervoor dat zij in een verbond leefden met God. Een verbond, wat is dat? Als het ware een afspraak die God met het volk had, waarin hij zei,
hou je aan die regels en ik zorg voor jou. Maar wacht even. Voor jou en voor mij, voor ons, is dat toch helemaal geen realiteit? Jij en ik, wij staan niet in een verbond met God waarin we aan heel veel regels moeten voldoen om zijn liefde te kunnen ontvangen. Nee! Want die touwen die zitten niet meer om mijn polsen. Ik ben daar vrij van. Ik ben onder de genade. Jij bent onder de genade. En wat is dan genade? Dat betekent dat jij en ik iets hebben gekregen. Wat we en niet hebben verdiend. Maar waar we ook niets voor hebben gedaan. Wauw. Maar wat is de valkuil? Wat was mijn valkuil? Is dit. Dat we toch zelf die touwtjes weer in handen nemen. Toch zelf weer denken dat we het zelf moeten doen. Toch in ons hoofd weer zit. Oh ja, er is een strijd gaande. Nee, wij mogen leren nieuw te denken. Andere gedachten te krijgen daarover. Die strijd die is allang gestreden. Jezus heeft allang overwonnen. Jij en ik, wij zijn geen slaven meer, we zijn kinderen. Betekent dat dan dat niemand ons ooit meer kan kwetsen? Dat ik nooit meer bang zal zijn? Dat ik nooit meer zal twijfelen of angst zal kennen? Dat het me niet meer raakt? Nee, dat is helaas niet zo. Nog steeds kunnen mensen dingen tegen ons zeggen die ons kwetsen. Het raakt me misschien wel, maar het bepaalt niet wie ik ben. Want we mogen leren dat we in Jezus verborgen zijn. Niet langer ik leef, maar Jezus die leeft in mij. En dat betekent dat als God naar mij kijkt, dan ziet hij Jezus. En als God naar jou kijkt en naar jullie kijkt, dan ziet hij Jezus. Dan ziet hij zijn perfecte, volmaakte zoon. Nou, wat kan je dan doen om daar een eerste stap in te zetten? Om die touwen los te laten. Om je niet meer druk te maken over wat anderen misschien van je vinden of denken of over je zeggen. Hoe kan dat? Dus allereerst dat echt uit te spreken naar hem. Ik laat het los. En tegelijkertijd je te vullen met waarheid. Het is als het ware alsof je een auto van een dealer of van een fabrikant koopt. En de auto niet begrijpt. En je gaat weer terug naar die fabrikant en dan zeg je ja, ik weet het niet. Ik kan de startknop niet eens vinden. Zit er wel een sleutel bij? Ik begrijp het niet. Ja, ik heb hem vergeleken met een Opel. Maar ja, dit is een Ford. Ik heb geen idee. Misschien een super slecht voorbeeld. Maar luister goed. Wat zegt die fabrikant dan? Ik heb je er een handleiding bij gegeven bij die auto. Wauw. Zo is het ook met God. Hij heeft ons een handleiding gegeven waarin hij schrijft als een soort liefdesbrief wie jij bent voor hem, wie ik ben voor hem, hoe hij mij ziet, hoe hij naar mij kijkt. En daar mag jij je waarheid in vinden en uithalen. Dus ik laat het los. Ik kijk naar Jezus en ik zie mijzelf. Ik zie mezelf meer. Eerst meer als een ander. En nu meer in de ander. En hoe meer ik zoek, hoe meer ik zie. En hoe meer ik zie, hoe meer ik voel. Het is bevrijdend en zo bevestigend. Het is nieuw en toch hetzelfde. Een nieuw mens. En toch steeds meer mijzelf.
Wauw, wat tof. Ik werd helemaal in de weer geslingerd in je preek. Nee, maar dat is dus niet meer waar, hè? Oh nee, dat kan dus niet meer, want die touwen die moeten los. Die touwen die zijn maar, los, ja. Ik ben wel even benieuwd, ja. Wat kan ik eigenlijk zelf doen? Want je zegt wel verborgen zijn in Jezus, yes. Maar ik wil zelf graag ook iets doen. Ja, en dat is dus het hele ding. Ja. Dat kunnen we dus. We kunnen daar niks aan toevoegen en we kunnen er niks van afhalen. Snap je? Dus dit is gewoon onze waarheid. Het enige wat jij en ik kunnen doen is groeien in het kennen van de waarheid, zegt de Bijbel. En dat is heel simpel, dat woord in, hè, de Bijbel in. Wow. En bidden. Absoluut, ja. Altijd. Zou jij met ons willen bidden? Ja, zeker. Ja? Ja. Lieve Vader, Heer, ik wil u allereerst echt danken dat u uw Zoon Jezus gegeven heeft. Heer, dat wij vrij zijn omdat u uw Zoon heeft gegeven. Dank u, Heer. En dat we mogen leren steeds meer en meer dat we in Jezus verborgen zijn. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen dat we opnieuw en opnieuw echt de waarheid mogen gaan leren van wie we zijn in u, Jezus. Amen. Nou, zitten we dan, hè? Daar zitten even we dan. Even tijd om even door te praten over, ja. Die, over die touwen. Yes. Want hoe krijg je dat nou los?
Want jij zegt wel, laat het gewoon vallen. Mm-hmm. Maar dat is wel een beetje makkelijk. Hoe doe je dat nou concreet? Ja, dat makkelijk, dat is het natuurlijk niet. Maar wat ik probeerde te vertellen in mijn boodschap was juist dat je moet leren dat ze al los zijn. Dus jouw vraag, ja, ik vind je een topper, maar die vraag is eigenlijk al verkeerd. Ja. Okay. Nee, want dat impliceert dat we nog vastzitten. Snap je dat dat laat zien alsof we nog die touw om die polsen hebben? En dat is dus geen realiteit. Mm-hmm. Want als wij zingen net, God is fighting for us, hè, dan zeggen we ook, hij heeft het al overwonnen. Jezus heeft dat hele gebeuren al gedragen en overwonnen door de dood heen. Dus jij en ik, wij hoeven daar niet zelf los van te komen, want het zit al niet meer vast. Oké. Okay. Ja, dat is omdenken, hè? Ja, zo ja, is snap het, zo ik. Is ja. Het. Maar dat getouwtrek, ja. heb je misschien zelf ook wel eens ervaren? Ja, tuurlijk. Wat waren dan dingen waardoor je heen en weer geslingerd werd? Wauw. Ja, weet je, in je jeugd, in je tienertijd, worden natuurlijk een hele hoop dingen over je gezegd. Weet je, leeftijdsgenootjes kunnen best wel hard zijn. Hè, die kunnen best wel dingen tegen je zeggen waarvan je ja, ergens voelt van het klopt niet. En toch voelt het waar. Snap je wat ik bedoel? En wat ik dus heel erg veel gedaan heb, is eigenlijk bevestiging te zoeken op plekken waar je dat niet hoort te zoeken. Dus bij vriendinnen bijvoorbeeld, die dus achteraf eigenlijk geen vriendinnen bleken te zijn, maar achter je rug om lopen te kletsen over je. Snap je? En dan heel graag ergens bij willen horen, waardoor je dan maar denkt, ja weet je, ik pas mij wel aan. Want dan vinden ze me tof. En dan mag ik tenminste misschien een keertje mee of meedoen of wat dan ook. En op die manier ga je jezelf ook een beetje veranderen en bijsturen. En ga je geloven dat wat ze over je zeggen. Dan hoor je een keer, ja, zij zei dit over jou, zij zei dat over jou. Dan dacht ik, oh ja, misschien is dat dan ook wel zo. Snap je? Ja. En dan word je onzeker maar van. Maar hoe ga je daar dan mee om als ze dat blijven doen? Want jouw touwen zijn los, dus je bent dan in Jezus. Hoe zit dat trouwens precies? Verborgen in Jezus? Wat is dat? Nou, dat is dus iets wat je zelf niet kan doen. Dus niet door die 613 regels te houden, dat jij dan kan zeggen, nou weet je wat, ja, ik doe dat allemaal, nou ja, dan zal ik wel goed zitten. Nee, je zit sowieso goed. Want doordat hij gestorven is aan het kruis, heeft hij heeft de hele wet vervuld, hè, staat er in de Bijbel. En daarmee zegt hij, jij bent in hem geplaatst. Dus als jij zegt, ik geloof in Jezus en ik geloof dat hij voor mij aan het kruis is gestorven, dan eigenlijk zegt God, oké, hoppa, dan ben je nu verborgen in hem. Ja, hoppa. Ja. Dat is goed. Ja, maar dat is dus wat er gebeurt. Dus daarom zei ik ook, als God naar mij kijkt, dan ziet hij Jezus. Nou, dat is echt iets, dat is echt, wat ik zeg, mindblowing. Ja. En dat moet je echt even laten bezinken. Zeker. Nou, ik ga dat even laten bezinken. Ja, doe dat. En dan ondertussen ga ik even vragen of hier iemand in de zaal misschien een vraag heeft. Ja, kijk, kom erbij. Kijk aan. Toch leuk? Ja. Kom er lekker naast. Hoe heet jij? Lotte. Oké, en wat is je vraag? Je mag zelf even de microfoon vasthouden. Nou, wat is jouw favoriete Bijbelboek en waarom? Wauw. Wauw. Heb je dit geoefend thuis? Hier was je niet op voorbereid. Nee, daar was ik zeker niet op voorbereid. Oh, hele goede vraag. Ik denk, en ik vind het geen makkelijk boek, maar waar je zoveel van dit principe eigenlijk, hè, wat ik net heb uitgelegd, dit wat zo diep gaat, leert, is in Romeinen. En dat is echt een heel mooi boek, vind ik, waarin je ook echt kan leren wat echt genade is. Ja. En wat heeft dat met jou gedaan dan, het Romeinen? Nou, dat heeft dus voor mij wel een hele hoop opnieuw eigenlijk zo tik in elkaar gezet. Als een soort puzzel, wat ik net ook zei, een soort kwartje wat viel. Dat ik dacht, oh hè? Oh, maar zo zit het dus. Dus eigenlijk alles wat ik dacht en waar ik nog heel veel zelf voor dacht te moeten werken en heel veel zelf te moeten doen en vooral goed te willen doen voor de Heer, dat ik op een gegeven moment, dat het dus door die brief ook echt zo tik, 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 zo klikte, dat ik dacht, wacht even, er is een heel ander fundament waarop ik leef dan wat ik dacht dat ik leefde. Ja. Nou, een hele goede vraag. Dankjewel, ga lekker zitten. Dankjewel voor je vraag. Is er iemand anders met een vraag? Daar, ja. Oh, kijk, hier, kom erbij. Hi. Ga lekker zitten. Wat is je naam? Ik ben Shane, ik ben Shane. 15 jaar oud. Welkom Shane, leuk dat je er bent. Wat is je vraag? Heb jij een Bijbelvers die jij mee wilt geven aan de jongeren? Of ik een Bijbelvers heb wat je... Bemoedigend. Ja. Nou,
Ik heb er 3 genoemd. En ik denk die 3, dat zijn wel echt fundament of de basis eigenlijk van wat ik verteld heb. Dus allereerst Galaten 4 vers 7. Wij zijn niet langer slaven, wij zijn kinderen van God. Dus dat is allereerst eentje die echt iets zegt over jouw identiteit nu. De tweede die ik zou willen noemen is Colossense 3 vers 3. En dat is, ik ben verborgen in Christus. En dat is eigenlijk wat ik ook steeds zei, hè? Dat als God naar mij kijkt, dan ziet hij Jezus, omdat ik gewoon in hem ben. Ja, een beetje achter verscholen. Of... Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dus, en dat zijn 2 bijbelteksten die mij gewoon enorm bemoedigen. Als bijvoorbeeld, wat ik ook zei, weet je, het gebeurt nog wel eens dat je wel wat negatieve woorden ontvangt van iemand of in je eigen gedachten of wat dan ook. En dan zijn dat echt bijbelteksten die ik tegen mezelf zeg, nee, ik ben verborgen in Christus. Ik ben verborgen in Jezus. Ja, is dat? Top. Dankjewel voor je vraag. Ja. Jij bedankt. Ga lekker weer zitten. Nee, ik was wel even benieuwd, want jij zegt identiteit in Jezus. Ja. Wat betekent dat nou? Ja. Want zit ik nou in een identiteitscrisis of zo? Nou, volgens mij weet jij heel goed wie jij bent. Ja, Gerben, ja, precies. Ja, ja, tuurlijk. Jij hebt Gerben, ja. Jij hebt een naam gekregen van je ouders. Ja. Hè? En zij hebben jou misschien ook wel het een en ander verteld. Hè? Ze zeggen altijd, je hebt nature en je hebt nurture. Hè? Dus sommige dingen zijn aangeboren en sommige dingen zijn aangeleerd. Mm-hmm. Hey, en wat er eigenlijk de bedoeling is van je identiteit vinden in Jezus, is dat je dus niet wie jij bent laat voeden door de mensen om je heen. Maar dus ook niet door die nare gedachten die je soms zelf in je eigen hoofd kan hebben. Ja. Weet je? Maar dat je je identiteit laat vormen door Jezus. En dat mag ook een proces zijn, hè? Ik bedoel, dat wat ik nu vertel, dat is niet, nou, klink klaar, kloppen, hoppata. Ja, weet ik veel. En ready, weet je wel. Nee. En nou, oh, kijk nou, ja, kijk nou, het boeit me helemaal niks meer. Oh, jij zegt wat van mij. Nou, joh, ik ben in Jezus, dus zoek het uit. Nee, zo werkt dat niet. We mogen steeds meer en meer en meer en meer leren wat het betekent om onszelf dus te vinden in hem. Klinkt dus ook wel als een soort opdracht. Ja, dat is het denk ik wel. Ja, hoe ga je dat concreet doen? Wat moet ik nou thuis gaan doen? Nou, wat ik dus zelf heb gedaan, als ik kijk, dat getouwtrek, dat was dus voor mij echt wel een hele poos een realiteit. Totdat dus inderdaad mijn, wat ik ook al zei in mijn preek, hè, dat je moet anders leren denken. En dat gebeurde op een gegeven moment, dat kwartje viel, dat ik dacht, hè? Huh? Maar dit klopt helemaal niet. Deze hele setting waar ik dacht in te leven, dus al die mooie kanten van mijzelf, hè, die ik vind in Jezus, en al die niet zo mooie kanten en leugens die ik ook toch wel soms geloof van mezelf aan de andere kant. Welke leugens zijn dat dan? Oh ja, wil je dat ook heel graag weten, ja? Nou ja, het hoeft niet natuurlijk, maar wij willen de juice. Nee, ja. Nee, geintje. Oh, wat heftig toch? Nee hoor, nee, helemaal snap je, niet. Tuurlijk wil je dat weten, ja. Weet je, ik denk als jonge meid, waar ik dan mee gekampt heb, is, joh, dat zei ik ook, ik doe toch net niet helemaal lekker mee. Weet je, ik hoor er net niet helemaal lekker bij. Ik val net altijd buiten de boot. Ik was ook altijd een beetje te christelijk voor de omgeving waar ik in zat. Weet je, mijn klasgenoten dachten altijd, die vragen we niet meer, want zij is zo christelijk, die zegt toch altijd nee. Weet je, en ik dacht ook altijd, ik moet helemaal perfect leven. Die leugens. Ik was de dochter van de voorganger, dus dan heb je het helemaal. Dat je denkt, oh, je moet het allemaal weten en goed doen. Maar ook, gewoon, als ik in de spiegel keek, dacht ik echt, ja, dit is wel van mij, maar het hoort niet bij me. Het klopt niet. Het was echt wel heftig. Ja, dus gewoon onzekerheid over hoe ik eruit zag. En dan leugens over mezelf. Ja, dat is, dat is heel naar. Ja, ja, maar wat hoopvol dan wat je vertelt. Ja. Dat we die touwen dus los moeten maken. Maar het kan echt anders. Ja. Dit is dus niet een staat waarin je denkt, nou, hier moet ik dan maar mee dealen. Totdat ik een keer 35 ben. Ja. En dan een soort van, nou ja, die identiteitscrisis uit ben. Ja, zo is het niet. Nee. Maar echt dat kwartje mag vallen. En dan mag je gewoon steeds meer en meer en meer en meer, hè, in de Bijbel leren wat God over jou zegt. Hoe hij kijkt naar jou. Want dat is toch wat je doet. Wat ik ook zei met dat voorbeeld van die auto's. Als je het toch zelf niet weet, dan ga je naar de fabrikant. Nou, en dat is toch ook met God. Weet je, ja. Hij heeft ons gemaakt. En hij heeft ons gemaakt in zijn evenbeeld, maar ook met een plan. Dus dan wil ik van hem horen hoe hij naar mij kijkt.
En dan wil ik niet horen hoe jij naar mij kijkt. Nee. Nou ja, trouwens, dat maakt niet uit hoor, maar... Nou, ik zal het hier niet live op televisie doen. Ik doe gewoon even daar achter de schermen. Zeg ik even, even wat tips en trots. Ja, ja. Nee hoor, nee. Hé, één vraag. Ben je wel eens op de jongerendag geweest? Ja, oh, zo vaak. Ja? Zijn jullie wel eens op de jongerendag geweest? Ja? Oké, want... Het is bijna zover. Ja, ik hoor. Zaterdag is het zover. Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we feest vieren in Rotterdam. Al, Ahoy. Bijgewerkt? Ja, zeker. Ja, we zijn langzaam aan het aftellen. En wie ook aan het aftellen is, is Joram Kaat. Mm-hmm. Want mijn collega gaat op pad om iemand goed nieuws te brengen. Laten we even gaan kijken. Juist, ook deze maand ga ik nog één keer goed nieuws uitdelen aan iemand die nog geen idee heeft wat hem te wachten staat. Sarah, jou moet ik hebben. Hi. Want Levi, daar gaat het om. Jij kent hem, jij hebt hem gesproken voor Beam. Wat is dat voor jongen? Een heel bijzondere jongen, met een heel bijzonder verhaal. Want hij heeft eigenlijk een groot deel van zijn leven niet kunnen praten. Okay. En er zat heel veel frustratie, want hij wilde heel graag uiten. Maar dat kon hij heeft iets aan zijn stembanden. Hij heeft een verlamming aan zijn stembanden. En dat deed hij dan door overal op te slaan, prullenbakken te slaan, overal te gooien. En dat deed hij dus op ritme. En daar kwamen ze dan achter. Ze deden zijn drumles. Zijn ouders die dachten, hé, hij slaat zo hard op die prullenbak. Ja. Maar hij doet dat zo goed. Het is eigenlijk een goede drummer. Ja, toen bleek hij supergoed te kunnen drummen. Dus drummen als een soort therapie voor hem. 13 jaar is hij. En hij heeft één droom. En dat heeft hij dus stiekem eigenlijk al een beetje aan jou verteld. Niet wetende dat wij dit aan het bekokstoven waren. En wij gaan die droom laten uitkomen. Ik moet een beetje fluisteren, want Levi zit achter de deur. Hij is aan het drummen. Ik hoor het al. Hallo. Hallo. Mag ik heel even storen? Ai. Mag ik even storen of? Zeker. Ja, vind je dat ook oké? Hey, ja, kan ik even bij jou komen zitten, Levi? Zeker. Wat voor nummer was je aan het drummen? Oh, Hell Play. Van Mosaic Worship. Oh, Mosaic Worship. Hou je van worship? Ja. Ja? Wat vind je er leuk aan om dat te drummen? Ik heb veel gevoel in. Veel gevoel in? Ja. Ja. En wat denk je er eigenlijk van? We komen hier zo binnenvallen. Heb je enig idee waarom dat nou zou kunnen zijn? Nee. Nee, nee. Ik kom niet zomaar jouw les verstoren natuurlijk, want ik moet wel met wat komen, anders dan moet ik jou niet storen tijdens het drummen. Nee. Jij hebt een droom. Om ooit in de Beam Worship te zijn. Ja, in de Beam Worship Band. Ja, ik denk veel naar ook in de Janker in coronatijd. Dan drumde je mee? Ja. Ja, dan drumde je mee, dat is eigenlijk een goed idee zeg. Want Levi, ik heb goed nieuws voor jou. Jij mag op de EO Jongerendag. Op het grote podium daar, midden in een vol Ahoy, mag jij een liedje meedrummen met de Beam Worship Band. Nee joh. Ja. Wat? Oh, snap. Ja, vind je dat wat? Ja. Ik dacht symbolisch geef ik jou dan, dit is een gouden band, die doe je om je pols, daarmee kun jij het podium op straks. Moet je hem wel aannemen hè? Ja, anders dan, ja. Doe hem om je pols, niet kwijtraken. Hè? Nee, niet kwijt. En daarmee kun je alle deuren door in Ahoy, kleedkamer, gratis eten, alles wat je maar wil. Ja, dus neem koffers mee om te vullen. Goed nieuws uitdelen is zo ontzettend leuk. Volgende week zaterdag, dan is het zover, de EO Jongerendag. En via onze website beam.nl kun je alles volgen. Dus ook dit fantastische moment als Levi gaat drummen. Sorry, verkeerde effect. Ja, wauw. Wat een enthousiasme, Joram. En wat een ontzettend goed nieuws. Wat ook goed nieuws is, het is bijna zover de EO Jongerendag. Nog een paar nachtjes slapen. Maar hier gaan we alvast een feestje bouwen met de Beam Worship Band, toch? Nou, knal er maar lekker in. Doe lekker mee en dat. Steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust.
want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja, Jezus overwon, Jezus overwon. U zocht nooit tot u ons vond, en geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. U verslagen, maar u hebt de dood ontroond. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegenkroon. Zo, ja, zijn bijna aan het einde gekomen van deze Beam kerkdienst. Sowieso tot volgende maand, dan zijn we er weer. Of tot zaterdag op de EO Jongerendag. Wil je daar nou alle informatie over vinden? Dat kan op eojongerendag.nl. Daar staan alle antwoorden op jouw vragen. En dan heb ik nog één mededeling voor mijn vriendin. Wil je met me touwen? Nee? Niemand? Oké.